Bij de afstudeerrichting Banking and Insurance word je opgeleid om adviseur te kunnen zijn op het gebied van pensioenen, op het gebied van geld in het algemeen. Voor particulieren en voor bedrijven, maar ook bijvoorbeeld risico's te kunnen ondervangen door middel van verzekeringen. Je bent niet alleen met cijfers bezig, je bent ook heel erg veel met tekst bezig. En het is precies waar ik naar zocht. Je moet met name interesse hebben in de financiële aanpak van mensen en van hun leven. Wat kost een kind nou eigenlijk gemiddeld tot zijn 18e levensjaar? Nou, dat is 180.000 euro. Wat gebeurt er op het moment dat je kinderen krijgt? Wat gebeurt er als je een huis koopt? Wat gebeurt er op het moment als je een bedrijf hebt en je gaat nieuwe takken van sport verkennen? Wat zijn de risico's die je loopt? Moet je daarvoor verzekeren? Waarvoor moet je eigenlijk verzekeren? Als je dat soort vragen interessant vindt, is de opleiding misschien wat voor jou. Dus eigenlijk word je een soort woningcorporatie. Ja. Zoiets dergelijks. De vakken die we krijgen zijn vooral bedrijfseconomische vakken. Maar je krijgt ook vakken wat te maken heeft met rechten. Hoe je om moet gaan met wetteksten en het toepassen ervan. Verder krijgen we ook heel veel vakken op het gebied van management en organisatie. Je leert hoe het management van een heel groot bedrijf bijvoorbeeld in elkaar zit. En voor de rest krijg je ook internationale economie. Het monetair beleid, monetaire unie, dat zit er ook allemaal bij. Bij de afstudeerrichting Banking and Insurance ga je in het derde jaar ga je stage lopen. Nou, dat vindt plaats bij een bank of verzekeraars, maar ook bij een aantal tussenpersonen. En wat je daar doet is dat je feitelijk meewerkt met zo'n organisatie. En dat je daar ook een onderzoek doet waar ze dus ook daadwerkelijk wat aan hebben. Ik heb voor Hogeschool in Holland gekozen omdat je bent hier niet zomaar een nummer, wat je op andere scholen wel bent. Je krijgt hier veel aandacht van docenten. Het is een leuke school. De leerlingen zijn hier ook leuk. Ja, ik heb het erg naar mijn zin hier.